De woensdag vandaag, hè? 15 december. Nou, vanmorgen gewoon naar school geweest. Begonnen met Engels en we hebben Miss Dean een luiertaart gegeven. En dat vond ze echt, ja. Ze bleven maar over praten hoe leuk ze het wel niet vond en zo. Dus dat was echt de moeite waard om het haar te geven, zeg maar. Ik kreeg ook mijn luistertoets C1 terug. En ik heb hem toch niet zo heel erg verneukt als ik dacht. 58% en voor de C1 had je 65% nodig. Nou ja. In ieder geval een B2. Nou ja, dat had ik al. Dus dat is voor de rest niets nieuws. SLB gehad. Uitleg gekregen over portfolio en zo. En ja, hoe we dat moeten doen. En nou, dat is allemaal heel easy. Dus dat gaat wel lukken. En ook nog Spaans gehad. Tenminste, we moesten inscannen bij Spaans. Want een aantal mensen hadden luistertoets en ik niet. Ik heb hem pas na de kerstvakantie. Dus ik ging gewoon lekker naar huis om 12:30. Kwart over 1. Sorry. Kwart over 1. Nou, toen even naar de stad geweest. Want ik zou eigenlijk nog cadeautje voor, nou ja, voor mijn broertjes en voor mijn ouders en voor mijn oom nog extra kopen. Maar ik weet bij God niet wat ik moest kopen. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb natuurlijk wel weer make-up gekocht. Dus, maar ik ging eens naar de trekpleister. En toen kocht ik de enige twee Catrice nagellakjes die ik nog niet heb. Die er niet uit zijn, zeg maar. Rode. 070 Cut on the Red Carpet. En de paarse Lucky in Lilac. Die had ik dus beide nog niet. Ik heb nog meer gekocht. Oh ja, nieuwe mascara. Ook niet zo heel interessant. En een oogschaduw. Toen ging ik naar de kruidvat. En wat blijkt dus bij de kruidvat? 2 of 1 plus 1 gratis van Catrice en 2 plus 1 gratis bij Essence. Nou ja, dus even kijken hoor. Vier oogschaduws gekocht, want ja, naast de nagellakjes spaar ik nu de oogschaduws. Ook al heb ik nooit oogschaduw op. Vind ik gewoon leuk. Hier, blauwe. Oeps, dat moest heel veel. Sorry, dat was mijn microfoon. Dat maakt me vast heel veel lawaai voor jullie. Maar wat ik dus wilde zeggen, had ik deze trouwens al laten zien. Nou, licht roze met glimmertjes. 110. En bij de kruidvat dus deze. Een donkerachtige jeansblauwe. Zie je toch niet. 180. En een andere kleur blauw. 170. Een zwarte. Oh, dat begint goed, hè? Een zwarte. 140. En nog een andere licht roze. Gelukkig niet dezelfde. 42. En nou, die had ik dus van Catrice gekocht. Oh, en nog twee eyeliners. Een zilveren. Zilveren en een zwarte. Het waren ook 1 plus 1 gratis. Dus dat was wel chill. En bij de Essence was 2 plus 1 gratis. Dus ik dacht, ik gebruik deze potloodjes altijd, hè. Super chill zijn die en dan kan je ze zo uitschuiven. Nou ja, maar ze hebben ze bijna nooit meer en nu hadden ze er nog 3. Dus ik denk, ik neem ze gewoon alle 3 mee. En nog een deo, die hebben ze bijna ook nooit meer. Dus heb ik er ook maar meteen 2 van gekocht. Dus. Maar de kruidvat was wel chill, want bij Essence. Bij Essence ging er dus 1,49 af. En bij Catrice 8,07 €. Dus anders was ik dus gewoon 10 euro meer of 9 euro en 56 cent meer kwijt als die korting er niet was. Dus nou ja, dat is wel uber chill. Voor de rest had ik nog kerstkaartjes gekocht. Die ben ik nu lekker aan het schrijven. En ja, wat nog meer. Dat was het wel. Ik denk dat ik Gossip Girl seizoen 2 deel 2 ga bestellen voor mezelf voor kerst. Want we moeten ook allemaal nog een cadeautje voor onszelf. En ik zal anders bij God niet weten. Ja, en anders koop ik weer een boek. Maar ik heb een bol.com cadeaubon gevraagd. Dus dan bestel ik dan wel weer een boek.
S'nachts gewoon weer werken, 7 tot 9. En nou ja, dan was dat het wel. Ja. Ik denk het wel. Nou, en anders... Oh, nee, dat was het nog helemaal niet. Ik werd vanmiddag gebeld. En ik ben aangenomen bij Axicom. Dus dat is helemaal mooi. Dus ik heb gewoon lekker mijn stageplek binnen. En 28 april kan ik beginnen. 13 januari moet ik nog eventjes kleding passen en zo. En nou ja, we zullen zien hoe dat wordt, hè. Het lijkt me wel heel vet. Dus nou, het komt wel goed, joh. Oké, nou, dat was het. Dus, tata.